Ja, Bart De Wever meer dan ooit de messias voor zijn volgelingen. Maar op het congres van N-VA dook ook een heel grote verrassing op. Goedemiddag. Zijn voorstel voor de N-VA, omdat Bart De Wever mij beloofd heeft dat er 72 maagden op mij liggen te wachten in Wallonië. Urbanus, nu ook hier te gast, de grootste komiek van Vlaanderen. Voor 72 maagden doet de mens al eens iets zeker, hè? Mijn belangrijkste reden om voor de N-VA daar te gaan optreden, dat was gewoon omdat ik een selfie wou met Lisbeth Hoofmans. En heb je die genomen? Ja, ik heb die gekregen. En ja, ik stond op het einde met Bart De Wever wat te praten. Ik zei, ja, ik wil toch graag een selfie. Ik zal aan een keer direct... die gaat hier direct staan. En ze gaat er goed uitzien met haar een twalsiree van de jaren 70. Dus de humor waarvan iedereen dacht dat hij die kwijt was, zag ik er toch niet. Ja, maar u hebt al lange tijd een band met Bart De Wever, geloof ik, hè? Wel, het is te zeggen, af en toe sms'en of mailen we eens, maar niet dat ik met mekaars deur plat lopen, hè. Maar ja, ik ben toch gevleid als ik zo een complimentje of toen zijn vrouw ziek was, iets opstuurde. Dan kreeg ik snel iets terug. En ik herinner mij dat ik niet zo lang na de verkiezingen tweemaal in de Roma had gespeeld. In dat links multicultureel nest. Ja, wel, ja, maar dat was, het was daar vol en dat was daar super. En ik vind die mensen die dat daar allemaal vrijwillig doen, super toffe mensen. Ja. En ik had dan vandaar een sms'je gestuurd. Ja, Bart, ik zit hier in de Roma, heel tof. Maar ik ben hier wel een slag op mijn gezicht gevallen. Ik ben uitgegleden op de tranen van Patrick Janssens. Dan krijg ik natuurlijk een dubbele smiley terug. Ja, ja. Hij gaat daar niet verder op. Hebt u er eigenlijk lang over getwijfeld om hierop in te gaan? Het was de derde keer dat Bart mij iets vroeg. Maar eerst iets voor op internet te onderschrijven. En dan ook iets met een boek of zo. Maar toen was ik zelf bezig. Ik was 10 jaar gestopt. En toen was ik volop bezig met dat sportpaleis. En ja, dat was voor mij toch wel zwaar genoeg. Ik had daar nog werken. En bang voor de reacties misschien? Ja, ik zeg, als daar nu een bende antis zit, dan heb ik wel wat voor. En nu was het de derde keer dat mij vroeg. Derde keer. Hij zei, Geert Tosten heeft het gedaan voor de liberalen en zo. Ik heb dat eigenlijk meteen naar Geert gebeld. Ik ben eigenlijk ook goed bevriend met Geert. En hij zei, kunt u dat wel riskeren? En hebt u eigenlijk affiniteit met waar N-VA voor staat? Bent u een Flamingant? Nee, ik ben niet zo fanatiek. Flamingant, absoluut niet. Een derde van mijn familie is Franstalig. Ik ben van geboorte, wat nu Dilbeek is. Altijd in Brussel gezeten. Ook nu aangetrouwde mensen zijn Franstalig. Dus, maar ja, dat zijn dan Franstalige mensen die werken, die hebben gestudeerd, die praten het Nederlands. De ene al beter dan de ander, maar ze gaan niet uit principe weigeren. Dus dat, natuurlijk. Maar wat is dan, waar gaat het dan wel om? Wat is dan wel uw affiniteit met die partij? Eigenlijk meer mijn aversie tegen de andere partijen. Oei. Dat ik daar zoveel hypocrisie in zie. Ja. En ook de manier. Ze zijn bang van die partij. En wat doen ze dan? Ze duwen die ergens in een hoek. Dat zijn allemaal potentiële nazi's. Dat mag dan allemaal. Als ik met maar dezelfde... is dat niet ook een beetje typisch wat u nu verwoordt? Het Calimero-gevoel bij die partij. Het is de grootste partij van Vlaanderen. Ja, en voelt zich door iedereen in de hoek gezet. Ja, maar ja, zo precies, vooroordelen hebben, en toen, dat is zo precies, is dat alleen maar links. Maar als je dat in de andere richting doet, gelijk migratiecriminaliteit, dan springen er de wittes tegelijk in je nek. Of stempelen en Wallonië. Yeah. Dat mag niet, maar... En de belastingregering Di Rupo, vindt u daar wat in? Ja, wel. Kijk, ik erger me daar al een tijdje aan. Ik, net zoals jij en alle mensen die hier zijn... Ik voel mezelf als een geolied radertje in de maatschappij. Ik zit nu volop in Nederland. Dus ik heb 2 maal in Breda gespeeld. 2 keer 1400 mensen. 1 optreden is voor mij. Dat tweede is voor de staat. Ik heb daar geen probleem mee. Maar ik wil dat niet verweten worden dat ik een asociale mens ben. Dus al 40 jaar werk ik en sta ik geld van de stad. Dus zet het toch... Waarom? Als de koning zijn toespraak houdt, is altijd nog een tandje bijsteken en nog wat meer solidariteit. Waarom
hoort je nooit eens een schouderklopje van... Maar ik wil toch ook de mensen die dit land draaiend houden een keer bedanken. Toch, een goede raad aan prins Filip dat hij dat er ook een keer tussen steekt. Toch, als artiest is het niet evident wat u gedaan hebt. We gaan eens kijken naar een fragmentje. U zult het zeker kennen voor we verder spreken. Ja. I hope we can stay together, Flanders, Wallonia. I really believe in this. I really think we have a special thing and we shouldn't break it. Thank you. Ja, artiesten en kunstenaars bij ons hebben de neiging om voor België te kiezen. Hè? Ja, ja. Ik heb een tijdje geleden een beetje zitten mailen met Veerle. En natuurlijk, ja, u vraagt me af of ze me nog graag gaat zien. Over die uitspraak, nee, of nee, dat was voordat ze vertrokken was. Gewoon omdat ik in mijn laatste plaat een liedje over mijn dochtertje gemaakt heb. En dat gaat een beetje over de Broken Circle. Ja. Ik had vandaar een beetje beginnen mailen. Dus ik vind dat een fantastische madame. Maar u staat wel alleen hè, met uw outing, om het zo te zeggen. Ja, outing. Maar binnen 4 jaar komen er misschien van alle dingen boven waardoor ik weer van gedacht verander. Het past perfect. Ik doe het niet voor mijn imago, maar ik ben zo. In de jaren 70, toen ik begon, waar konden kleinkunstenaars gaan spelen. Parochiezaal van hier, katholieke kring van daar. Er waren nog geen theaters, culturele centra. Dus mijn collega's zeiden toen, ja, Urbain, voor wie spelen wij? De helft van de tijd stond ik in een tent op het patattenveld, omdat de pasteur mij uit de zaal gesmeten had. En ik zie nog een andere lijn. Is het al 25 jaar geleden dat VTM bestaat? Dat zal zoiets zijn. Ah, wel, ja. Dus dat eerste half jaar werd er zo vreselijk denigrerend gedaan. Een VTM, dat is voor het plebs en voor marginalen. En dan ben ik naar VTM gegaan. Omdat ik dat... Niettemin, als je ziet hoe Bart De Wever toch de grote leider is, vereerd wordt, van zichzelf zegt dat hij een messiaanse speech heeft geschreven, is dat toch ook niet een beetje gevaarlijk aan het worden? Maar wij mogen toch om de zoveel jaren gaan stemmen. Dus ik denk de dag dat hij hier mensen op de trein zet naar Dachau, dan stemmen, dan gaat hij geen stemmen meer halen. Maar dat wordt altijd zo wel gesuggereerd. Hè. Als je zo... Ça me rappelle les années 30. Dat mag dan wel. Oké, maar goed, maar de democratie kan zichzelf ook wel regelen. Als de mensen het beu zijn, dan kunnen ze ook tegenstemmen. Bent u eigenlijk zelf lid van N-VA? Nee, absoluut niet. Nee, van plan te worden? Nee. Kijk, ik heb daar gestaan als artiest en ik ben mij terdege bewust dat dat een statement is. Mm. Maar ik blijf nog altijd een artiest. En ik sta absoluut achter de ideologie van links. Maar ik vind heel veel gasten van die linkse nu, die staan een vlagje te wapperen. Maar die vlag dekt al lang de lading niet meer. Als ik ergens op een receptie ben en ik zie een socialist, ga ik er altijd naartoe. Stopt u weg, priester Daans is daar. Want alleen stel dat er geen socialisten meer zijn. De werkgevers zijn alleen aan de macht. Ja, dan zitten we op 1, 2, 3 weer in de slavernij. Die moeten er wel zijn. Maar ik denk, 3/4 van al die socialisten, dat zijn gewoon rechtse zakken met een rood vlagje. Oké, dat is genoteerd. Ja. Urbanus, van harte bedankt voor dit gesprek. Graag gedaan.